Want ik zei al tegen begeleider namelijk, ik kan letterlijk... Zit ik lekker achter de computer, maar ik weet al van tevoren, maar ik werd ineens geappt. Maar er komt iemand langs die jullie niet en niet verwachten. En dan zit ik lekker op mijn bureaustoel, maar lekker te kletsen met... Super tof, jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker, net alles aangetrokken. En mijn telefoon heeft alleen opgestart. Zo, zit lekker wel even hier liggen. In ieder geval, ik ga even lekker koffie zetten. En... jouw eten geven, kan je? Ja. Jij wil brokjes, hè? Neem ik aan. Zo, in ieder geval alles op en gedaan. Zo, lepeltje. Voor de koffie. Jou voor de bakje. Zo, om brokjes te geven natuurlijk kan je. Zo, ja ja jongen. Zo. Zo. Jongen. In de tussentijd ga ik even lekker koffie zetten. En ik ben weet zeker, als ik dan een rolgordijn open doe en hier sta en doe open, dat het sowieso donker is. In ieder geval koffie, alleen ik moet water vullen. Dat moet ook nog gebeuren. Zo. In de tussentijd doe ik de rolgordijn open. Zo. Ja hoor. Ook donker. Zo, water gevuld. Ja, mijn telefoon was toen leeg. Ik zie ineens een melding dat ik gebeld ben om 20:42. Maar toen was mijn telefoon leeg. Dus ja, nu maar even koffie zetten. Even bericht sturen naar de begeleiding. En ja. Nu maar even koffie zetten in ieder geval. Zo. In de tussentijd mijn haar even doen. Maar dat doe ik even bij mijn computer. Nou, op daar. Daar ga ik twijfelen. Ik denk dat ik wel in de koelkast moet zetten, want ik zie deze op je bol worden. Ja. Ik zie het staan namelijk. Koppen waren. Dan is het datum van de bovenkant. Kan je zo lang bewaren. En dan dus korter. Maar in ieder geval, ik ga even mijn haren doen in mijn knot. Ik wou zeggen staart. Maar knot bedoel ik. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval wel computer even ook gelijk bij opstarten. Zo. Hoppakee, zo. Dat is ook weer gedaan. Nu mijn koffie. Computer is opgestart. En Gaia zit voor mijn neus. Wat is er? Hé. Hey. Jongen. Kijk hoe die zit ook, hè. Hé, boef. Ja, maar ik ga in ieder geval koffie zetten. Dus dat ga ik even doen. Want anders komt er niks van. Zo, koffie. 54. En dan moet ik nog best wel veel doen op computer. Heel veel wat geëdit, want ik zat te kijken. Het is meer dan een uur. Minder dan een uur ongeveer mijn vlog. Maar ja, komt wel goed. Veel even knippen en plakken en dan kan ik er wel. In ieder geval lekker een bak koffie en dan even lekker editen. Ik zit nu lekker te editen voor mijn computer, maar wat ik ook ga doen is even eten maken voor dadelijk. Niet alleen mij, maar ook deze boef die hier loopt. Ja, jij krijgt eten. Ja. 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 Maar ik ga eerst wat ik ga doen. Tussentijd ga ik hem broodjes even in de oven doen. In zijn oven. Dit is dan de bedoeling in de oven. Maar eigenlijk meer bedoeling voor
doe ik meestal in de airfryer. Zo, eerst even open knippen. En wat vind ik het verschrikkelijk? Iemand met lichtstandperking, meisje van 10 en de begeleider. Ik denk dat jullie vast wel allemaal hebben gehoord. Vermist. En ik had het met mijn collega over Laxman. Nou, ik heb natuurlijk lichtstandperking en... Ja, ik weet niet hoe het eigenlijk voor begeleiders voelt. Ik zei het al tegen Laxman. Zou het niet zijn eigenlijk dat... de begeleiders dan schuldig voelen? Lijkt mij. Maar ik weet het niet. Wat denken jullie? En het is gewoon niet normaal dat iemand met beperking dat eigenlijk is. Maar ja, ik hoop dat diegene snel gevonden wordt, hoop ik. Maar we gaan op de goede nieuws uit. Meisje van 10 met beperking. Dat vind ik gewoon dramatisch. En erg. Maar even lekker broodje in de airfryer. Hoppakee. Die even eruit. En dan deze erin. En dan kan de kraan uit. Maar voordat ik Ganja ga eten geven, ga ik eerst snel mijn broodje doen, want ik weet hoe het gaat. Gaat hij ons nog terugkomen met mouwen. En dat is vervelend dat hij dat doet. Maar eerst even lekker broodje in 10 minuten in de airfryer. Gaan we nu even lekker opwachten tot hij klaar is voor broodje. Daarna krijg je eten, jongen. Ja? Beloof ik je. Beloof ik. En ik kan het ook op vastleggen, beeld voor je. Ik heb het nou gezegd, dus moet ik het ook aan belofte houden, vind ik. Als ik iets beloof, moet je ook aan belofte houden, vind ik altijd. Maar even editen nog, even afmaken. Echt hopige edit. Mijn broodje is klaar en dan ga ik een shot nemen dat ik het aan het maken ben als het gaat lukken. We gaan het even zien. Dus wij gaan het even nu maken. Nee, wacht. Ik moet eerst even het broodje eruit halen. Laten we dat eerst even doen. Zo, pak alleen even plank. Zo, plank heb ik en lepels heb ik even bij de aanrecht opgeruimd. Gaan we alleen even snijden. En dan zet ik jullie even hier neer. Zo. Haal alleen even de broodjes vanaf. Uit eruit. En dan kan ik jullie weer daar neerzetten. Zo. Hop. Hoppakee. En dan stekken vast eruit. Soms vergeet dat ook weer. Want ik ken mezelf. En kan je wel zo graag eten. Oh, oh, oh. Wat een boek. Maar dan gaan we nu broodje snijden. En alles klaarmaken. Let's go. Dat is gewoon gemaakt, maar dat is één ding. Nee, twee dingen trouwens. Dat is ham even terugleggen in de koelkast. Kaas is namelijk op. Maar mijn grote vriend kan je eten geven. Oh, dan zet ik jullie nog even neer als handiger, denk ik. Oh, want anders gaat het fout. Ik heb twee handen nodig namelijk. Ja. Deze wil eten. Hè? Boef. Zo, dan gaan we even brokjes geven. Want dat heb ik beloofd en ook te laten zien natuurlijk. Zo. Hoppakee. Dan heeft hij ook eten. Want ik vind het wel eerlijk, als ik ga eten, moet hij ook wel eten. Hé, kan je? Ja. Zo. In tussentijd ga ik nu ook eten.
En ja, dan ga ik deze bord meenemen. Plank meenemen met deze eten erop. Oh, wat is het lekker zo. Kijk hoe dit eruit ziet. Ziet toch lekker gezond uit zo. En nu maar lekker achter de computer zitten. Nog een beetje editen. Klein beetje nachecken. En dan tussentijd eten erbij. Nou, we willen even lekker doen. Heerlijk gegeten trouwens. Ik weet niet eens of ik het laten zien heb. Ja, in ieder geval heerlijk gegeten. Alleen deze grote boep. Kan jij wel eten, hè? Het is 5 uur geweest. Boef. Hé, wil je eten? Wil je eten? Hé? Jij wil eten, hè? Oh, boefje top. Oh. Oh, die zit nou helemaal te springen om te eten te krijgen, hè? Hé? Doe wat je wilt, hè? Grote vriend. Dus gaan we even eten geven. Dus laten we dat even doen. Ga maar. Ja, yeah, ga maar. Ja. Yeah. Dus ik ga hem even eten geven, Kanya. Met, ja, komt eraan. Even je aan de kant zetten, want dan ga je aan mijn poten en handen krabben. Daar heb ik geen zin in. In ieder geval even een lekker zakje doen voor Kanya. In de tussentijd ga ik zo meteen klaarmaken om lekker naar de groep toe te gaan. Om met de groep mee te eten. Dus laten we dat ook maar even doen. En ik heb zo'n zakje met Ganja. Dat is zo irritant. Dat gaat ik helemaal zo drukken naar beneden eten. Dan blijft het soort van hangen. Zo verschrikkelijk. Niet normaal. Echt irritant. Maar ja. Maakt niet uit. Alsjeblieft, jongen. Zo. En dan ga ik zo meteen klaarmaken om zelf te eten. En tussentijd zit ik nou ineens te voelen en te kijken. Ik voel me gewoon op dat het ineens zo heerlijk en lekker zonnetje schijnt. Al is de temperatuur. Ja, ik moet hem echt in de koelkast zetten. Ik ga hem echt weggooien deze. Deze ga ik ook weg doen. Ik had die koffiecreamer gehaald, maar die is niet zo goed wat ik dacht. Dus ik ga hem even ruiken. Ik denk dat hij smerig ruikt, namelijk. Ja. Ah. Wat ik dan heel vaak doe, is dat allemaal drap komt eruit. Ik kan het echt niet laten zien. Wat ik dan heel vaak doe, oh, smerig. Oh. Al ben ik blij dat er geen geur aan de, dat je geur kan laten ruiken eigenlijk in de camera. Oh, wat was dat als alles schrikkelijk geweest. Maar wat ik heel veel doe als ze in het pakje zitten, doe ik heel warm water in en dan zorg dat die... Zo. Dan gaan alle troep erop eruit. Ik word er miswassen als ik naar kijk. Echt niet normaal vies. Doe ik even heel even dop dicht. Moet nu super warm water schudden. Want alle, dat alle viezigheid eruit gaat. Tussentijds zit ik net lekker YouTube te kijken naar Enzo. Maar als het goed is nu, is de pak nu schoon. Hopelijk. Bij me aardig te kijken, maar er liggen allemaal troep en ik zit te kijken en ik weet waar het vandaan komt.
Hier ligt allemaal troep. Waar het vandaan komt, zit daar helemaal daarboven. Die gat daar zo, die. Er zit allemaal viezigheid. Ik weet niet hoe ik het schoon krijg. Maar ik ga dit even, ik denk even maar even een keer schoonmaken, denk ik maar. Misschien wat nu. Dus laten we dat even denk ik doen. Ik laat wel zien als dit schoon is. Nou, het is gelukt, maar wat er allemaal op zat was allemaal dit. En dat is allemaal, denk ik, opgekomen. Ik weet niet wat het is. Precies. Maar er zijn wel van die dingetjes. Kijk dit. Maar die heb ik allemaal afgekregen, maar daar ruim ik zo wel op. Hap. Kijk zo. Hoppakee. En dan in de prullenbakken mee. Maar gelukkig is het dan ook schoongemaakt. En link veel dingetjes van af. Maar kijk, daar zo is het helemaal schoongemaakt namelijk. Als ik daar zie. Kijk, je ziet wel beter uit dan eerst. Maar gelukkig is dat lekker schoongemaakt. Oh, dus was ook is even lekker fijn. Want als ik bijvoorbeeld als ik aan het koken ben, kom ik niet meer drup in mijn keuken. Of ik bedoel eigenlijk in mijn eten. Dat scheelt ook wel. En ik merkte gelijk, hij zuigt gelijk veel beter. Dus hij leek er wel dat soort van zuigen tegenhield van iets. Ik weet niet wat. Maar ja, zullen we meteen maar klaarmaken om naar de groep te gaan. Om daar ik te lekker te eten. Jij hebt net eten gehad, dus jij moet niet mouwen. Ja? Ik ga nu even lekker, nogmaals, lekker relaxen achter het computer nog. En dan klaarmaken om naar de groep te gaan eten. Zo, ik heb lekker met de groep gegeten. En begrijp ik me net ook letterlijk net gehad. En nu maar even lekker relax. Wat ik eigenlijk trouwens wel kan wat vertellen. Is eigenlijk weer de deur laten zien, want ik zei al tegen begeleider namelijk, ik kan letterlijk eigenlijk dit stukje eigenlijk nou eenmaal uithalen, want ik kan nog ze indrukken. Hier kan ik het vroeger ook indrukken. Ik weet niet, voor mensen die gezien hebben die vlog, kon ik hier ook indrukken. En dan komt iemand even op bezoek. Hallo vriend. Zo, maar hier was het dus, kon ik ook, nee, hier was volgens mij het. Dit stukje kon ik toen indrukken, maar daar hebben we over gehad en ik ben gewoon sprakeloos van dat er niks aan gebeurt eigenlijk. En leidinggevende zit ook al heel vaak hier achteraan. Niet alleen maar je appartement, maar heel dit. Mensen met dit huis hebben de enige gesprekken. Het enige wat ze willen is eigenlijk geen nieuwe deur. Geef mij een goede reden waarom niet. En alleen te repareren. Nou, daar word je lekker vrolijk van. Nee, totaal niet. En we kunnen alles blijven bellen. Het enige wat er dan gebeurt is reparatie. Ik snap er gewoon geen zak. Oh ja, tussentijd heb ik even haar lekker losgedaan. Ik vond dat even lekker. En ik zie nu al dat dit helemaal hier zit. En ik heb zo lang trouwens nog nooit gehad. Ik zit even naar mijn beeld te kijken. Nog nooit gehad. Ik hoor wat. Dat kan je. Nou, zo. Maar ja, ik heb al een paar video's een keer gemaakt. Dat ik al eerder lang had, maar dit is zo lang had ik dit nooit gehad. Maar ik vind het wel netjes zo. Als ik kijk in het beeld, kijk heel stiekem. Ja, wel even fijn, lekker fijn. Blij om op een gelijk moment gehad. Nu maar even lekker YouTube kijken met lekker Sims spelen erbij. Dus dat gaan we even lekker doen. En ja, dat was het dan. Nu maar even lekker relaxen. Laten we dat even lekker doen. En lekker met mijn haar spelen of zo, kijk. Zit ik lekker achter de computer, maar ik weet al van tevoren, maar ik werd ineens geëft. Maar er komt iemand langs die jullie niet en niet verwachten. En tussentijds zit Gaia daar behoeftes aan doen. Ik weet niet wat hij precies aan doet is. Het geluid is in ieder geval mooi. Krattenbak daar. Daar. Die zit even boven tussen de zon. Maar ja, tussentijd komt dadelijk iemand langs, maar dan gaan we zo meteen laten zien wie. En dan zit ik lekker op mijn broers toe, maar lekker te kletsen met Lucky! Kindje, te lachen geleden man. Ja toch? Even ouderwetse chillings. Ja, ik zat daar met de begeleider trouwens hier zo. En ik zie ineens op mijn smart zie ik een appje voorbij komen.
Kijk eens bij je voorraam. Ik kijk, hè. Open doen zelfs. Ik heb het letterlijk trouwens open gedaan, hè. Echt? Ja, om te kijken of ik je zag. Kun je hier wel met goed zien? Ja. Dat kun je zeker. Ja, dan kun je mij gelukkig daar zien, want ik kwam daar bij die hoek zo vandaan. Ja, waar? Ja, wel bij die recht... Ja, maar rechts... Ja, ik kwam bij dat witte huis. Oh, dat gedeelte, ja. Die balkon met die verlichting, daar kom ik zo. Oké. Okay. Natuurlijk zo maar hebben. Ja, maar hier recht hoor, of hieronder? Hieronder, ja, want ik ging... Onder die tunnel door. Ik ging richting de Gouwe, ging ik. Vandaar. Richting de Gouwe ging ik lopen. Onder de hefbrug. Ja, de hefbrug helemaal door, maar ik ging niet naar Koen komen, dat was een beetje te... Ja, ik heb wel een Gouden gelopen, hè. Waar? In mijn vakantie. Van de hefbrug naar Gouda stad. Dat gaan wij ook een keer doen. Ja? Het was 8 uur, ging ik lopen. Ochtend, de avond. Ja? Kwart over 9 was ik daar ook. Oh. Maar ik ging met een vriend van mij even chillen daar. Dat gaan we ook een keer doen, ja? Ja. Staat erop. Maar het is niet, het is wel... Staat vast, op YouTube, hè? Staat vast. Mensen? Ja, maar... Zo ja, DM. We zijn helemaal vol. Maar we gaan even lekker chillen. Even lekker kletsenbetsen. Hé, Gonja? Die ligt lekker hier zo. Ja, ik heb wel echt ook... We gaan even lekker kletsen. En toen was Lucky vandoor en dan ga ik nu lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Over een paar minuutjes, het is al 10:30 namelijk. En daar zit ik niet op te wachten dat ik zo lang naar bed ga. Maar we hebben Lucky en ik hebben samen lekker gekletst. Alles over alles en nog wat. En die ga ik klaarmaken om nou lekker naar bed toe te gaan. En lekker slapen. Ik hoop jullie in ieder geval deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tot zijn als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groene Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben al een hele tijd lekker relaxen achter de computer. Ik doe dat even zo vandaag de laatste tijd. Ja. Het is mijn eigen schuld. Ik heb even een soort testje gedaan. Maar ik heb ook een leuk gedaan. Maar gelijk Sims. Nou, ik heb Sims zien. Ik heb Sims even lekker opgestart. En dan gaan we nu even lekker kijken. Wel,